Op een dag hoorde Max in zijn dorp een verhaal over de mysterieuze Donderbergen. Een keten van hoge, donkere bergen waar het altijd leek te stormen. Volgens de dorpsoudsten waren de Donderbergen verboden terrein. Iedereen die daarheen gaat, keert nooit meer terug, vertelde ze altijd met ernstige gezichten. Maar juist dat maakte Max nieuwsgierig. Wat zou daar verborgen zijn? Op een mistige ochtend besloot Max, zoals altijd gedreven door zijn nieuwsgierigheid, om de waarheid over de Donderbergen te ontdekken. Hij pakte zijn rugzak met een kompas, regenjas en een klein zakmes en begon aan zijn tocht. Terwijl hij dichter bij de bergen kwam, hoorde hij het gerommel van onweer dat steeds luider werd. Een stem in zijn hoofd fluisterde: Ga terug. Maar Max zette door. Toen hij de voet van de bergen bereikte, merkte hij iets vreemds op. Tussen de steile rotsen zag hij een smal pad dat bijna helemaal verborgen was door het struikgewas. Max wist dat hij op het juiste spoor zat. Hij klom over de rotsen, volgde het pad, en na een tijdje kwam hij bij een donkere grot waar het geluid van donder leek te weerkaatsen. Met een diepe ademhaling stapte Max de grot in. Binnen was het aardedonker en het enige licht kwam van de flitsen van de bliksem buiten. Terwijl hij verder liep, begon de grond onder zijn voeten te trillen alsof iets enorms in de verte op hem wachtte. Max voelde zijn hart sneller kloppen. Plotseling hoorde hij een diep grommend geluid. Wie durft de donderbergen te betreden? Klonk een zware stem, diep vanuit de schaduwen. Max keek geschrokken om zich heen, maar zag niemand. Ik ben Max, riep hij zijn stem trillend. Ik wil weten wat hier in de bergen gebeurt. Langzaam verscheen een enorme glimmende draak uit de duisternis. Zijn schubben glinsterden als bliksemflitsen en zijn ogen straalden een fel blauw licht uit. Ik ben Tundra, de beschermer van de Donderbergen, sprak de draak. Ik ben hier om de balans van de natuur te bewaken. Wie hier komt zonder respect voor de kracht van de natuur, zal haar woede voelen. Max slikte. Ik wil geen kwaad doen, Tundra. Maar waarom waarschuwt iedereen ons weg te blijven? Wat bescherm je precies? Tundra staarde Max een moment aan voordat hij antwoordde. Veel mensen vergeten dat de natuur ons allemaal kan helpen, maar ze kan ook gevaarlijk zijn als ze niet met respect wordt behandeld. Deze bergen herbergen het hart van de storm, de bron van de bliksem die de wereld reinigt en voedt. Te veel mensen zijn alleen op zoek naar kracht en rijkdom, zonder te begrijpen wat de natuur ons leert. Max begon het te begrijpen. Dus je waarschuwt mensen om weg te blijven omdat ze de natuur niet respecteren? Tundra knikte langzaam. Precies, degenen die hier komen om macht te stelen, verdwijnen. Maar jij hebt moed getoond door te komen met vragen, niet met hebzucht. Daarom zal ik je een geheim vertellen. De kracht van de Donderbergen ligt niet in de storm, maar in balans. Alles in de natuur heeft een plek, en als we die plek respecteren, kunnen we leven in harmonie. Max voelde een gevoel van verwondering over zich heen komen. Hij had altijd gedacht dat avontuur ging over grote gevaren en ontdekkingen, maar nu leerde hij dat de grootste kracht in begrip en respect lag. Wat kan ik doen om te helpen? vroeg Max. Tundra glimlachte, en het leek alsof de bliksem buiten wat zachter flikkerde. Vertel je dorp het verhaal van de Donderbergen. Leer hen dat respect voor de natuur net zo belangrijk is als de kracht ervan. Alleen dan kunnen ze in harmonie leven met de wereld om hen heen. Max knikte vastberaden. Dat zal ik doen. Met die woorden draaide hij zich om en liep terug naar het dorp. Toen hij de voet van de bergen bereikte, leek het onweer langzaam weg te trekken. De lucht werd helderder en voor het eerst in jaren verscheen er een regenboog boven de Donderbergen. Max keerde terug naar zijn dorp met een nieuw verhaal en een belangrijke les. Niet alles draait om avontuur en verovering. Soms is het grootste avontuur het begrijpen van de wereld om je heen en het respecteren van de krachten die groter zijn dan jezelf. De natuur is krachtig en moet met respect worden behandeld. In plaats van altijd te willen nemen, is het belangrijk te leren luisteren en begrijpen, zodat we in balans kunnen leven met de wereld om ons heen.